Onze versie is natuurlijk de beste versie. Nee, maar ik wil daarmee zeggen, wij zouden geen andere versie kunnen maken van Lift You Up. Dan is dat leuk dat een artiest zo zijn eigen insteek doet en daar iets totaal anders mee doet. Ja. Want voor ons is Lift You Up gelijk wij hem gemaakt hebben. En dat is dikwijls moeilijk om zelfs een remix te maken die beter is. Maar daarom is het juist leuk dat artiesten dan iets totaal anders brengen. Hè. Ja, ja, en Loredana, je hebt er zelf van geweend. Ja, je was geëmotioneerd. Ik was verrast, allebei eigenlijk. En je zit op dat moment in die zetel te luisteren naar de performance. En dat is speciaal voor ons. Ja, dat maakt dat nog mooier eigenlijk. En dan heb ik mij gewoon laten overnemen van op dat moment. Ik had niet verwacht dat ik ging. En ook de tekst een beetje. Dat was houvol van tijdens de corona. We hadden dat geschreven. Loredana had dan net die operatie gehad. Het is een vrij moeilijk... de tekst is vrij zwaar. Dus het heeft wel betekenis voor ons. En ook dat nummer, we hebben dat toen uitgebracht. En toen hadden we er eigenlijk niet zo'n goede reactie op gehad. Van ja, we weten het niet met die tekst. Er hadden toch een aantal radio's, niet jullie gelukkig, die dan toch zeggen, ja, we gaan dat toch niet draaien. En dan nu in een andere versie, met dezelfde tekst, dan in één keer wel werkt. Kwam dan voor ons wel verrassend binnen. Ja, het is nu uiteraard heel in liefde voor muziek. De aflevering van Camille, die moet nog komen. Die komt eraan, is nu maandag. Maandag. Spannend. En nog iets speciaals. Jullie zijn benieuwd wat wij gaan brengen. Loredana gaat in Frans zingen. Ah, mais oui, en français. Mogen jullie al zeggen welke song jullie hebben gecoverd? We mogen dat zeggen, ja. Het is eigenlijk geen single. Dat lag zo voor de hand liggend, zo als we nu een vuurwerk nog eens gingen doen. Ja. En we hebben een nummer van het album genomen, Je suis là. Je suis là. Oké. Dat heeft ze samengeschreven met Reggie. En voor mij had dat zo, ik hoor dat nummer, ik zeg, dat heeft iets. Daar kunnen we iets heel leuk mee doen. En we hebben er iets leuk mee gedaan. Ja. En iets uptempo dan? Ja, toch wel. Dat is echt een knaller. Ja. Het lijkt mij moeilijk om die keuzes ook telkens te maken. Hoe gaan jullie dan te werk? Ik heb in het begin eigenlijk een beetje gezocht bij iedereen. We gaan luisteren van welke nummers dat meteen eruit sprongen. Dan heb ik een lijstje gemaakt. En dan eigenlijk met Pad een beetje besproken van wat ligt in onze lijn, qua tekst, wat gaan we ermee doen? Welke snelheid gaan we nemen? Gaan we er een vertaling van doen? En ja, eigenlijk zaten we meteen wel op dezelfde lijn. En ik ben dan daarna aan het werk gegaan in de studio. Ja. We hebben veel beats en de drums en zo. Als je dan ziet, we doen het samen in een liveband. Ja. Maar bij ons zijn de drums en zo allemaal elektronisch. Okay. Dus alles, de baslijnen, de drums, dat loopt eigenlijk. Daarom sta ik ook aan de DJ-boot. Ik start die dingen in. Dat is heel anders dan de andere waar een drummer meespeelt. Bij ons is dat dus niet het geval. Behalve het nummer van Koen Buijsen van Zonig, dat was dan wel live met de band en daar viel ik met de beats daarna in. Ja. Dus altijd een beetje zoeken bij ons. Maar ik kan wel zeggen, de volgende drie nummers die nog komen, we zijn heel tevreden met wat er nog gaat komen. Ja, want er komt hier net een vraag binnen van Ilse Kluistert. Over welke cover zijn jullie zelf het trotste? Even denken. Ik weet wel waarover ik het eerste gekozen heb, bijvoorbeeld. Dat was die van Ozak Henry. Ja. Die komt er nog aan, We Will Meet Again. Dat vond ik echt een heel tof. Ja. Want het is heel moeilijk om één keuze te maken. Dat is artistiek het beste van wat we gedaan hebben. Daar zingt Loredana ook prachtig. Ja. Maar als je zou zeggen, wat zou de zomerrit kunnen worden? Dan is het de laatste week. Dan is dat Skyward van Davina Michel. Dat klinkt heel... Dat zou voor mij een zomerrit kunnen worden. Dat is de laatste week. Dat zijn grote woorden, Pat. We zijn daar heel tevreden over dat nummer. Oké, wat is afwachten dan nog tot het zover is, tot we die aflevering zien. Zouden jullie het opnieuw doen? Absoluut. Ja, dat was zalige momenten. We hebben elkaar van de week nog teruggezien. Ja. Voor de Best Of. We zijn samen gaan eten met heel de bende. En er komt nog een concert in de Lotto Arena. Okay. Meer mag ik daar nog niet van zeggen, maar we gaan nog samen optreden. Dus nee, ik merk het pas. Dat is wel leuk. Dat is duidelijk aan de makers van Liefde voor Muziek. Pat en Loredana, die zijn in voor nog een seizoen, dus ze zijn bereikbaar. Je kan ze bellen, je kan ze mailen, het zou plezant zijn. En we hebben nog veel nummers, hè. Voilà, kijk, er zijn veel nummers die gecoverd kunnen worden. Voilà.